some of them. You like it? Good stuff. It's good. I'm gonna eat some now. Goedemorgen iedereen, het is super lekker weer. Als je trouwens, goedemorgen. Als je trouwens je afvraagt wat dat geluid is, dat is een soort van robot die het zwembad schoon aan het maken is. Maar ik ben net wakker en ik ga nu even een breakfast burrito eten in de magnetron. En dan, ik probeer al die Amerikaanse dingen maar uit. En dan ga ik even editen en dan ga ik vanmiddag met Uncle Mike ergens lunchen. In een bar die de Green Dragon heet ofzo. En dan weet ik eigenlijk niet wat ik ga doen. Maar ik neem jullie vandaag weer mee. En ik ben nog een beetje slaperig zoals je misschien kan zien. Maar ik heb er zin in. En tot ziens. Doei. Nee, niet tot ziens. Want ik neem jullie mee. Mijn burrito is klaar. En als je afvraagt wat erin zit. Er zit dus ei, bacon, groente. En dat soort dingen. En even kijken wat het lekker is. Deze burrito is goedgekeurd. Binnen staat de airco lekker aan, maar ik zit hier nu buiten te editen. En wauw, ik denk echt van wauw, misschien is het niet zo'n goed idee, want het is nu 31 graden. En die airco is ook wel verleidelijk, maar ja, ik wil ook wel gewoon genieten van het weer, weet je wel. Ik besteed elke dag best wel veel tijd aan het editen van video's hier en... Ja, soms denk ik wel van, ik had ook elke dag de hele dag in het zwembad kunnen liggen. Maar ja, aan de andere kant, YouTube is gewoon een leuke hobby. Dus ik heb er wel gewoon plezier in. Dus ik vind het wel leuk zo. En elke dag een paar uur editen. Iets langer dan dat. En wat leuke dingen doen. Ja, ik vermaak me hier wel. En ik weet nog niet of dat ik het al aan jullie had verteld. Maar volgende week ga ik op vakantie voor 5 dagen naar de Grand Canyon. En dat vind ik echt zo episch, want ik heb veel van het oosten van Amerika al gezien, maar ik ben nog nooit in het westen van Amerika geweest en nu gaan we daar naartoe en de fucking Grand Canyon, mensen. Echt, dat is flink. En dat stond zeker heel hoog op mijn lijst en ik heb er heel veel zin in, dus jullie gaan weer mee. En ik vermaak me hier wel in Amerika eigenlijk, ik vermaak me hier wel. Even het weerbericht checken voor de komende dagen. Morgen 35, overmorgen 35, weer 36, 36, 33, 32, 36. Nou, dat is niet verkeerd. En als je denkt van, wow, ik wist niet dat het zo warm was in Amerika. Nou, je moet Amerika eigenlijk gewoon zien als een soort van Europa. Maar dan heb je geen landen, maar staten, 50 staten. En Tennessee ligt ongeveer op dezelfde lijn als Marokko. Dus dat verklaart ook een beetje waarom het hier zo warm is. Amerika is wel een land, maar je kunt het eigenlijk gewoon beter bekijken net als Europa. Het heeft gewoon heel veel verschillende delen, verschillende culturen. Ze spreken wel allemaal dezelfde taal, maar echt met vreselijke accenten ertussen. Dus niet dat iedereen elkaar heel goed kan verstaan. En eten is anders in andere delen. Maar ja, temperatuur ook. Kijk, hier heb je nog gewoon bossen, heuvels en zo. Maar waar wij naartoe gaan bij de Grand Canyon, heb je gewoon alleen maar woestijn. En als je daar niet genoeg drinkt, dan droog je uit. Dus, maar dat gaan we nog allemaal zien. En ik vind het zelf ook allemaal een beetje spannend en leuk. Mensen, wat ben ik blij dat jullie naar mijn video's kijken. Maakt me echt blij, eerlijk waar. Het is zo leuk dat ik jullie blij kan maken met iets dat ik zelf zo leuk vind om te doen. En ik wil het dan ook blijven doen. En ik zit er ook aan te denken, wow, als jullie die vlogs nou echt leuk vinden, misschien ga ik dan wel ook in Amsterdam een paar keer per week of 1 keer per week vloggen als ik tijd over heb. En I don't know, maybe, als jullie dat leuk vinden. Maar nu ga ik weer editen. Ik zie je zo. Ah shit, nu lukt het net niet om het te filmen, maar ik wilde jullie even laten zien dat je hier echt vet rare beesten hebt. Je hebt hier een soort van zwarte hagedis in de tuin met gele stipjes erop. Je hebt hier echt vogels die gewoon knalrood zijn. En als het goed is zitten er ook gewoon slangen en zo in de tuin. Of in ieder geval rondom hier in de wereld. Niet per se in de tuin, maar gewoon in dit gebied. En ik wou het eigenlijk laten zien, maar die hagedis rennen net weg. Maar als ik er weer een zie, ga ik mijn best doen om het voor jullie te filmen. Vet leuk. In Nederland heb je eigenlijk wel veel saaie beesten in vergelijking met hier. Maar ja, slangen. Ja, daar wordt niemand echt blij van, denk ik. Wow, het is donker hier. Mijn video is nu aan het renderen en ik zit inmiddels met Mike, Uncle Mike, in de auto. En dat is dan een van die beste vrienden van Jeff en Clint. En een soort van mijn oom geworden tijdens dat jaar dat ik hier verbleef. Supergoede matties. En hij gaat me nu meenemen naar een plek waar we lunch gaan eten. En het heet de Green Dragon. En ja, let's see.
En zo ziet de gemiddelde weg in Murfreesboro eruit. Gewoon heel breed. Winkels, grote borden langs de weg. En ja, toch wel heel anders weer dan in Nederland. We zijn aangekomen bij de Green Dragon samen met Mikey. En we gaan nu een hapje eten. Hoi iedereen, we zitten nu binnen bij de Green Dragon en het doet me heel erg denken aan de Efteling. Moet je maar eens kijken, het heeft echt van die ja, draakachtige dingen en mysterie. En we eten nu een soepje hier en Mike zit daar. Hey, proost. We hebben het eten gekregen en wow, dit is mijn curried salad. Chicken met salade, soepje en Mike heeft een lekkere sandwich. We hebben ons eten op en ik laat je nog heel even zien hoe het er hier uitziet. Want het lijkt net alsof je even Amerika uitstapt en in de Efteling rondloopt of zo. Kijk, helemaal niet Amerikaans dit. En de muziek, hoor je de muziek? We zitten nu in de auto terug. We hebben net gegeten en het was heel lekker. Hier is Mikey. Hello, Mikey. Hello. How are you doing today? Very well, thank you. Did you like it? Very much. How do you like cameras? I don't like cameras. Wij gaan nu terug naar het huis en ik ga in ieder geval zwemmen. Dylan komt waarschijnlijk ook en misschien komt Mike ook nog. En ja, wat hier trouwens heel raar is, de stoplichten hier staan altijd aan de overkant van de weg. Moet je maar eens kijken. Daar is het stoplicht en wij zijn hier. En hierboven hangt dus het stoplicht van de mensen aan de overkant. En aan de ene kant is het een beetje raar, maar aan de andere kant ook wel een beetje logisch. Want je hoeft niet zo naar boven te kijken, weet je wel. Je krijgt geen zere nek als je er helemaal aan gewend bent natuurlijk. En dat is een watertoren. En op deze staat toevallig MTSU van de universiteit hier. Maar in Nederland zie je die eigenlijk helemaal niet. Maar hier gebruiken ze dus watertorens om... te zorgen dat het water überhaupt uit je kraan spuit om er druk op te zetten. En in Nederland doen ze dat op een andere manier, denk ik. Want ik zie nergens watertorens in Nederland. Het is geen idee hoe ze dat in Nederland doen, maar hier zie je overal watertorens. En het gewicht van het water drukt zeg maar op de waterleidingen waardoor er water uit jouw kraan komt. Misschien vind je dit interessant en misschien helemaal niet. Maar ik vind het gewoon leuk om jullie een beetje over de verschillen tussen Nederland en Amerika te vertellen. Dus vandaar dat ik het je vertel. En nu lekker naar huis. Ik heb net een video geüpload en inmiddels is niemand minder dan Dylan Pukit aangekomen. Or should I say Dylan Pukit? Pukit. What? Pukit. Don't say Pukit. Don't say Pukit because they know about it now. But yeah, we gaan lekker zwemmen en we nemen jullie weer mee. Misschien gaan we gekke dingen doen van de duikplank of zo. Zoals op mijn rug landen. Daar ben ik goed in. Maar het is hier echt warm, mensen. Ik denk dat het nu 33 graden is. En we gaan lekker op die matjes chillen. En ha, het leven is lekker. Oh, mijn voeten doen gewoon pijn. Omdat het zo warm is, de vloer. De beton, de... Ja. We're getting ready to play some good old volleyball. Y'all get ready for this. We zijn inmiddels uit het water en inmiddels zijn Jeff en Clint ook thuis aan het werk. En Dylan die gaat zo naar huis. En dan gaan ik, Jeff en Clint naar een Thais restaurant waar we vroeger ook al naartoe gingen. Vroeger in 2011, 12 dan. En ja, de zon gaat hier nu een beetje onder. Niet echt onder, maar een beetje naar beneden. En we hebben lekker gezwommen. En ik neem jullie daar gewoon weer mee. Plannen zijn veranderd, we nemen Dylan ook mee naar de Thai en ik moet weer rijden, want ik moet nog steeds een beetje beter leren rijden hier van hun. En ik vind het leuk om te doen, een soort van gevoel van vrijheid hier, wat ik toen niet had, want toen mocht ik niet rijden. Maar let's go! We zijn nu aangekomen bij Bangkok Thai Cuisine. En hier ben ik heel veel geweest in 2011-12 en het lijkt me heel leuk om iedereen weer te zien, want ik kende ze best wel goed. We zitten nu bij de Thai binnen en we hebben ons voorgerechtje gekregen. Hier heb je spring rolls, that's what it is, right? Spring rolls en Thais brood. Een soort van gefrituurd iets wat ik niet mag hebben. Maar ja, dat is. En zo ziet het er hier uit. Wow. You like it? No, I do like it. It's fresh. It's like the salad. Do you like it? Good stuff. It's good? I'm gonna eat some now. Mm.
We hebben ons hoofdgerecht nu gekregen en ik zelf heb pad thai, wat echt mijn favoriete Thaise gerecht is, met kip en shrimp. En what is this? It's a pad see you. Pad see you? Yeah. And is it crispy fish? Crispy fish. Pad krapau. Pad krapau. Well, enjoy. Het eten was echt super lekker. We zijn nu inmiddels thuisgekomen. We hebben hier nog even op de bank gepraat, maar ja, eigenlijk niks gedaan dat ik kon vloggen. En nu is iedereen naar bed en nu ga ik ook naar bed en best wel op tijd vandaag, want morgen ga ik een van mijn zondagvideo's opnemen en in die video ga ik een vriendin van mij, die ik al 3 jaar niet heb gezien, eigenlijk dat was een van mijn beste vrienden hier, Kelsey, dan natuurlijk Dylan, Chris en uit je Kelsey en Kelsey woonde om de hoek, was op precies dezelfde dag als ik geboren. En we waren goede matties en we noemden elkaar twinsies en we gingen super vaak naar Donut Country om donuts te eten. En die ga ik morgen dus een soort van pranken, want zij weet dus gewoon niet dat ik in Amerika ben. Ik heb haar verteld dat ik geen geld had om naar Amerika te komen. En ze heeft volgens mij echt nog steeds geen idee. Iedereen heeft netjes zijn mond dicht gehouden. En morgen ga ik daar naartoe en dan zit ik in één keer op haar bank. Boe. Hallo, ik ben niet aan de andere kant van de wereld, ik zit op je bank. En ik ga gewoon kijken hoe ze reageert en ik heb er super veel zin in. Wauw, en ja. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat werken en ik weet niet, ik denk dat ik dat morgen ook gewoon ga vloggen, gedeeltelijk, maar er komt sowieso een special uit van het moment zelf, dat zal dan ook niet in die vlog komen, anders komt het dubbel. Maar ja, even kijken wanneer dat allemaal uitkomt, dat kan ik niet beloven, maar het wordt sowieso een toffe video, hoop ik. Ik hoop gewoon dat ze nog niks door heeft, weet je wel. Ik ben stiekem gewoon een beetje bang dat ze het al wel weet en dat ze dan mij gaat pranken en om het hoekje staat van kiekeboe, ik ben wel thuis. En ik wist het wel en nu laat ik jou schrikken. Maar als het goed is weet ze dus niks en gaat ze morgen naar een doktersafspraak. En als ze terugkomt, dan zit ik op haar bank. Wat super vet moet zijn, want je verwacht niet in één keer iemand om ergens te zijn waar je diegene niet verwacht om te zijn. Dus oké, genoeg geluld. Ik vond het heel leuk dat jij vandaag naar mijn vlog hebt gekeken. Vergeet mij niet te volgen op Instagram, @thomabrok. Daar ben ik behoorlijk actief. En ik zie je in de volgende vlog. Doei!